Ik heb bij de aanbevelingen meegegeven dat bij de verdere ontwikkeling van gevangenispastoraat, scholing, training, deskundigheidsbevordering nagestreven worden. En die samenleving is zo veranderd, je kunt niet de cel instappen of in gesprek gaan met een gevangene en je begint meteen te bidden. Dat gaat niet werken. Er zijn nieuwe inzichten hoe je gevangenen zou kunnen begeleiden. Opvallend is, en dat heb ik wel net ideeën, is dat als het nou om Hindoes, moslim, wat voor geloofsovertuiging er is, vaak tegen de predikant, want het zijn mijn collega's, niet alle collega's zijn predikanten, anders zijn maatschappelijk werkers. Wordt meteen gevraagd, heeft u Bijbel meegenomen? Dat is echt opvallend. En ook de Hindoes en de moslimbroeders en zusters die zeggen, ik ben op een EWG-school geweest in het verleden. Of er is een school bij mij in de buurt geweest en ik hoorde die mensen zingen. Of ik ben in het binnenland geweest en ik hoor hoe de mensen muziek maken en de kinderen op de scholen zingen. En bijna iedereen vraagt dan toch, als je weer weggaat, om gebed. En ik zeg dan tegen een moslimbroeder of een hindoe-priestbroeder, moet ik een collega bellen? Wil je dat er iemand komt? Een imam? Nee. Het is goed, je kunt met me bidden. En de laatste opmerking die ik daarop wil maken is, bijna alle gedetineerden, of ze nog christen zijn of niet, die kennen Psalm 23. Niet altijd uit het hoofd, maar ze kennen het. En die willen dan toch dat je iets voorleest uit die Bijbel, een Bijbelverhaal die ze in vroeger hebben geleerd. Dus ik vind het mooi om bij die aanbevelingen, als we mensen gaan klaarstomen, dat ze beseffen dat als je samenwerkt met anderen, je niet de traditionele begeleiding kan doen. Ik doe wel, ik ben zo opgeleid, ik ben hier opgeleid. Dus je hebt natuurlijk de basis van dat je als geestelijke daar niet komt, we zoeken broodjes. Je moet ook soms mensen aanspreken op hun verantwoordelijkheid. Bij die aanbevelingen heb ik nog een sheet, vervolgd aanbevelingen. Dat is dat in de toekomst de samenwerking met de TS belangrijk zou kunnen zijn als het gaat om ontwikkeling en uitvoering gevangenispastoraat. Een werkdocument zou er ontwikkeld kunnen worden hierna, niet door mij per se, maar door anderen, waarin je toeschrijft waar een gevangenispastoor aan zou moeten voldoen en hoe je als de justitiële autoriteiten bellen naar de EBG, welke vragen je kan verbieden en hoe je daarop kan ingaan. Nou. En het pastoraal centrum, nou dat is mijn persoonlijke mening, hè. Dat is niet wat over het algemeen iedereen gezegd heeft. Dat zou een vertrekpunt, een plek kunnen zijn van waaruit je kan beginnen. En, en dan kan je van daaruit de geestelijke verzorging aanbieden. Dan vanuit het pastoraal centrum zou je ook een regio of een pastoraal coördinator kunnen bellen. Niet zo lang geleden was ik bij Dr. Galant in de kerk. Ik heb mijn vicariaat bij u in de kerk gelopen en tijdens de preek vertel ik iets over gevangenen en pastoraat. En die mevrouw zegt, oh, maar en dan wil ik wel praten. Want ik heb een neef en een nicht en dit en dat. Maar binnen de kerk durf je daar niet over te praten, want je schaamt je. Als mensen weten dat wij die dienstverlening, die geestelijke zorg bieden, dan zult u merken dat ze wat makkelijker ervoor openstaan om daarover te praten. Twee slotopmerkingen voor ik besluit. Ik citeer een passage uit het handboek voor de geestelijke verzorging. Een misdadiger is meer dan zijn delict. Deze zinsnede inspireerde mij enorm, want het blijven, wat we er ook van vinden, ook mensen die God niet heeft. En het herstel van het leven is nodig en daar kunnen we een goede bijdrage aan leveren. Mogen de Heer ons als geestelijke verzorgers, pastorale medewerkers, pastors, de kracht geven om invulling te geven aan de zendingsopdracht. Want
wij zijn niet geworden voor die zendingsopdracht. Maar Matthäus 28, vers 16 op 20, die geeft duidelijk aan wat ons als christenen te wachten staat. En dat geldt dus ook voor gevangenen en begeleiding van gevangenen. Ik dank u voor de